We staan hier bij de Porsche Mission E met iemand naast mij. Eerst nog even een kleine introductie. Dit is de auto waar Tesla heel erg voor gaat zweten. Het is nog een concept, maar volledig elektrisch. Meer dan 500 km range. Ja, prestaties zoals bij Porsche betaamt. Maar het is ook een auto die is, tot stand is gekomen. Bijna door het potlood van twee Nederlanders. Niet helemaal, maar dat gaat Ivo van Hulten hier naast mij wel even uitleggen. En Ivo kennen we al, als het goed is. Want Audi... Opel. Vertel even een paar dingen die je al in het verleden hebt gedaan. Nou, even heel kort. Een paar dingetjes dan. Inderdaad, ik ben ooit bij Audi begonnen. Daar heb ik ongeveer 7, 8 jaar gewerkt. In het begin meegewerkt aan de R8 en ook aan de A1. Op een gegeven moment wilde ik een nieuwe uitdaging. Toen ben ik naar Opel gegaan. Voor veel mensen een grote verrassing. Maar dat was erg mooi, omdat het merk nou ook weer een beetje terugkomt in de markt. Heb ik toen aan de Opel Monza kunnen werken. Die stond 2 jaar geleden hier in Frankfurt. Ja, en sinds een jaar werk ik bij Porsche en je ziet het resultaat vandaag. Dus ik ben er erg trots op. En niet als heel erg trots? Ja, dat mag je ook wel zeggen. Ik ben er heel erg trots op, ja. En we hebben ook nog een andere Nederlander die aan het exterieur ontworpen heeft, Emiel Burki. Dus dat was natuurlijk wel mooi om daar als twee Nederlanders bij betrokken te zijn bij zo'n project. Het interieur, het is heel bijzonder interieur. Er zitten nog net relatief normale stoelen in, maar vooral... Dashboard, er zit. Ik kan er dingen over uitleggen, maar jij kunt veel beter uitleggen wat je hebt gedaan en waarom je het hebt gedaan. Dat is ook wel belangrijk. Ja, oké. Okay. Nou, inderdaad, we hebben geprobeerd, natuurlijk wat typisch is voor Porsche, toch wel wat serieuzer architectuur in de binnenruimte te ontwerpen. En we hebben ook echt de nadruk gelegd op de drivers, dus op de cockpit, zeg maar. Dus we hebben een heel nieuw combi-instrument, zoals dat in het Duits heet. Het zijn altijd mooie woorden. Ik weet niet wat de Nederlandse woorden daarvoor zijn. Ik zou maar zeggen klokkenwinkel, zou je misschien kunnen zeggen, of niet? Ja. En die hebben we heel mooi vlak en breed gemaakt. Dat is een gecurved OLED-display. En die bedien je eigenlijk via eye-tracking. Dus we hebben een klein cameraatje achter het stuur zitten, wat even kort... kijkt waar je ogen staan en dan kun je gewoon door even heel kort daar naartoe te kijken waar je wilt bedienen. En dan kun je gewoon direct, door je multifunctionslenkraad kun je daar doorheen scrollen. En vandaag moet je eerst in een menu en een submenu en dan moet je weer kijken van, ben ik bij, navigatie of ben ik bij telefoon. Nou, en dat doe je nu in één oogopslag, Ja. Oké. Dat deed mij ook een beetje denken aan Porsche 918 Spyder. Die heeft ook zo'n touchpad, in de middenconsole. Ja, we zeggen dat deze auto eigenlijk een combinatie is uit dat wat de 918 al had. En natuurlijk ook met zijn hybrid, maar dan een stap verder. Deze is compleet elektrisch. En de Panamera, omdat het een vierzitter is. Ik denk dat de stoelen ook goed gelukt zijn. Ze zijn mooie sportieve stoelen geworden. En je kunt er echt met z'n vieren in zitten. En inderdaad zie je aan die middelconsole een beetje... zo'n beetje de heritage van de 918. En we hebben ook hier op het middenconsole hebben we dan die touchpad... Waar je direct je navigatie kunt ingeven, En op de co-driver side hebben we dan nog een soort van holografisch systeem. Waar de pictogrammen meer lijken te zweven, zou je bijna kunnen zeggen. Alles heel horizontaal in het dashboard. En dat kun je ook bedienen via gesture control over de middelconsole. Oké. Dat klinkt wel heel exotisch. Dat klinkt heel exotisch. Maar krijgen we dit heel snel, dit soort technologieën, of gaat het nog wel even duren? Want aan de ene kant denk ik van het kan bijna. Ja, OLED curve, daar kan je ook gewoon een televisie van kopen. Gesture control is er ook wel. Maar in auto's zien we dat nog niet heel veel terug. Dus is dit verre toekomstmuziek of komt het relatief snel? Nou, ik denk dat je op dit moment ziet dat ook in de auto-industrie natuurlijk erg veel gefocust wordt op het hele HMI-bediening, het in verbinding staan met de rest van apparaten, de rest van de wereld, Je weet dat ook Google aan auto's werkt, ook Apple. Dus op dit moment gaat het op dit gebied heel erg snel in de auto-industrie. En dat is heel spannend om daarbij te zijn en ook eigen ideeën te ontwikkelen. Hoe snel je dit in serie kunt brengen, ik denk binnen een paar jaar misschien dat je bepaalde technologieën zou kunnen zien. En deze auto is eigenlijk ook van Porsche een statement om te laten zien, we zijn hier serieus mee bezig, Dit is niet maar één keer een conceptstudie, maar we willen hier ook echt een beetje vervolg aan gaan geven. Dus Een beetje vervolg. Er gaat meer volgen, Wouter. Ja. Hij lijkt wat kleiner dan de Panamera. Het zou toch wel heel mooi zijn, zo'n model onder de Panamera. Gokt iedereen dan?
Ja, inderdaad. Kijk, de Panamera is gewoon heel ruim en echt een hele mooie business limousine, zou ik zo kunnen zeggen. En dit model is iets sportiever, iets kleiner. Ja, dus dat is inderdaad wat je zegt. Het is een mooie stap naar de Panamera toe. Maar jij was een jaar geleden begon je bij Porsche en toen zeiden ze, ja, we gaan een volledig elektrische auto gaan we doen en jij mag het interieur ontwerpen. Ging je toen huilend of juichend naar huis? Nou, toch wel. Want elektrisch? Juichend? Nee, dat is toch prachtig. Als je bij een nieuw bedrijf komt. Ik ben nu, ik ontwerp zelf niet meer zoveel. Het is een beetje zo voorstelbaar als iemand die coacht. Dus ik ben nu director of interior design. Dus ik heb een team van 30 mensen. Dus hier heeft ook een groot team aan gewerkt, internationaal team. En toen ik kwam en ik wist dat we dit gingen doen, toen heb ik eerst even gekeken van een paar goede jongens laten schetsen, mooie schetsen uitgekozen. En hier staat hij. Ik vond het geweldig, ja. Dat is mooi. Ook die stoelen en zo, dat is ook weer even anders dan wat je, dat je nu de auto's ziet. Is daar nog iets bijzonders over te vertellen? Of ziet het er alleen iets spannender uit? Nee, inderdaad. Het is niet zo dat we daar hele bepaalde snufjes in hebben. Maar het is gewoon, Porsche heeft sowieso mooie stoelen, sportieve stoelen. En we hebben gewoon laten zien van dit is de volgende stap. Mooie materialen, dat kun je ook zien met die keder daar. Dat is een beetje contrastneten, zeggen ze in het Duits. Mooie materialen. Dus ja, dat is eigenlijk, die stoelen zijn gewoon de volgende stap, zo'n beetje. Ja. Je bent natuurlijk nu alweer heel druk met volgende projecten. Ja, niet alleen nu, al sinds een jaar. Dus dit loopt er dan ook nog bij, weet je wel. Dus we hebben bij Porsche op dit moment, er gebeurt veel. Mooie projecten. We hebben ook net de nieuwe 911 voorgesteld. Ook daar komen op een gegeven moment weer nieuwe modellen van en zo. Dus we hebben genoeg spannende dingen te doen. Ja. Een vraag die dan bij mij op mijn lippen brandt. Nu werk je bij Porsche. Wat heb je dan voor company car? Ja, ik ben erg gelukkig, hè. Een 911, Wouter. Dus dat is echt fantastisch, ja. En wat voor 911? Want we hebben zoveel verschillende versies. Mijn eerste model, dat was al fantastisch. De sleutel lag klaar op de eerste dag. Dus het was een basis Carrera. Maar ik heb nu de 911 Targa besteld. Dus die komt over een weekje in het wit. 4S. Ik vind hem niet meer zo aardig. Hij heeft wel een Targa. Ik vind hem niet meer leuk. Ja. Maar wel een beetje een leuk kleurtje of saai Nederlands? Deze auto, ja. Mooi met die aluminiumbeugel van de Targa en zo. Daar verheug ik me natuurlijk wel op. Maar ja, ik kom wel aan het einde van het jaar. Dus het begint net te regenen, dat is wel jammer. Dan kan die kap niet open. Maar dat doe ik dan in het voorjaar wel weer. Als je hard genoeg rijdt, dan kan je ook in de regen open. Oké, daar weet jij alles van. Dat zal ik dan maar eens doen. Hey, dankjewel. Ja, dankjewel.